In Haagt is een buschauffeur 11 haltes voorbijgereden zonder te stoppen voor de aanwezige passagiers. Hij was het beu dat er op de bus gebeld werd zonder dat er mensen afstapten. Een gebrek aan respect dat wel bij meer chauffeurs bekend is. Meneer, akkoord dat er af en toe een ambetant trick op haar bus gaat zitten, maar achter haar stuur is er geen plaats voor emotie. Het is haar taak om iedereen veilig thuis af te zetten. Dus als ik dat heb gehoord van mijn collega, ging er het eerste wat ik hem gedacht, hoe lost je zoiets op in het gevangen? Je pakt u de grootste en de felste pest komt eruit en die je pakt is goed terug. En dan gaat de rest wel een toetje lager zingen. Het is een kwestie van respect afdwingen. Ah, heren. Dag mannen. We gaan direct zien. Mondmaskers op. Voilà, het spel zit op de wagen. We kapen in de zoon. Heb je rijbewijs gekregen bij een zak chips of wat? Smet het maar allemaal in mijn bak. Je moet er ook een snommel. Nou, ga ik de grootste eruit pikken en dan gaan we nog eens zingen. Yo, Strombeek, wat is het probleem? Wat ze ook durven doen in het gevangen, is niet de grootste eruit pakken, maar juist de kleinste. Want als je de meest kwetsbare gaat viseren, dan gaan ze denken van die heeft geen medelijden. Jawel, wie dat weer hebben? Wat is uw naam nu weer? Emiel Peters. De Biel Scheters. Nee. Is dat uw boekentas, de Biel Scheters? Ja. Nu niet meer. Hopla. Kom, smet het door of ik pak u een boekentas, hè. Hoplakke. Debiel. Oh, debiel. Kom weer binnen. En mijn enige vrienden zijn Harry Potter en zijn magische kameraden. Nu wel een lelijke frak. Ja. Om een keer zien hoe dat er in uw kabasje zit. Hè? Ja. Hoplakke. Lekker aan boord, rammetjes. Ja. Hey, Seth. Voilà, dat is opgelost en die sfeer is hier terug goed. Mannetjes, allemaal. En de debiel is een debiel. En de debiel is een debiel. Iedereen op die rostige kop achter. Come on!